op deze molen is geweest door de, of bewoond en gewerkt door de familie Hulst. En de familie Hulst heeft daar dus heel veel meegemaakt. De familie Hulst heeft in 1972 besloten om de molen te verkopen. En even daarna heb ik hem dus kunnen kopen. De molen heeft altijd centraal gestaan in dit landschap. En ik ben dan wel eigenaar van de molen. En ik weet niet of u me daarmee moet feliciteren of condoleren. Maar ik vind dat de molen is eigenlijk van het landschap, is van de gemeenschap. En zo ga ik eigenlijk met die molen om. Deze molen die heeft dus in de loop der jaren door middel van gemeentesubsidies, provincie en Rijk gelden bij elkaar vergaard. Zodat hij er nu bij staat zoals hij erbij staat. Stichting Staam, Kekenhamse Molen, De Duffelt. Hartelijk welkom u allen. Wat de stichting met het gebruik van de molen gaat doen is erg eenvoudig. We gaan de molen laten draaien. Gaan we malen? Nog niet, we zijn nog niet malenden. Laat staan de molen, laat staan wij zelf. Maar ook zal dat ooit weer gaan gebeuren. Nu, vandaag is de mooie dag ervoor. Perfecte zon, perfecte wind voor een molenaar nog belangrijker dan als de zon. Dus alles is ons gegund om vandaag een mooie dag van te maken. U zult ons regelmatig op de molen kunnen zien. Met hulp en steun van onze molenaar, deskundige, instructeur, leraar, docent en Jan Meurs uit Bemmel gaan wij ons het vak eigen maken van molenaar. We proberen de molen iedere 14 dagen te laten draaien. En heel simpel, u zult het dadelijk nog beter kunnen aanschouwen. Als de molen de openheid te bezoeken is, dan hangt de blauwe wimpel zichtbaar aan de kap van de molen. Daarnaast vinden wij dat een molen niet alleen een historisch monument is, ook een cultuurhistorisch monument, maar daarnaast ook een monument dat van de gemeenschap is. Guus heeft dat al perfect aangegeven. Wij willen daar invulling aan geven door hier kleinschalig evenementen te gaan organiseren. Kleine muziekuitvoeringen, exposities die een weekend in beslag kunnen nemen. Want één nadeel, een molen heeft geen verwarming. Dus dat soort activiteiten zullen hier plaats kunnen vinden. En de mooiste krijt voor een activiteit is nog wel koren op de molen. Wat wij nu gaan doen is een leuke onderschrijving van de lange historie van de molen. We laten hem weer draaien en met de stichting hopen we daar jarenlang een invulling aan te geven dat de eigenaar Guus Dodemond gesteund wordt in zijn werk om de molen te behouden. Wij laten hem draaien en hij betaalt. Ja.